Nou, ik zat ongeveer 1,5, 2 jaar geleden. Zat ik echt niet zo lekker in mijn vel en ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat ik nou wil en niet wil. Maar ik wilde ook van alles en niks. En ik wilde sport maken en ik wilde weer terug naar mijn Reiki die ik ooit heb gedaan. En ik kwam kennis tegen en die zegt tegen mij: weet je, ik heb iets heel leuks voor jou. Het is geen yoga, het is een do-in. Zij heet Jitske en ik doe het al een jaar of nog langer. En ik denk, misschien is dat iets voor jou. Nou, ik heb het dan opgezocht en contact opgenomen met Jitske. Ja, en zo kwam ik hier terecht. Ben ik eerst begonnen met do-in-les. Dat vond ik al heel interessant, omdat van die hele Chinese medicijn en hoe je daarover denkt en alternatief, daar ben ik al mee opgegroeid van thuis uit. Ik heb ook 2 jaar in Singapore gewoond, dus was daar ook heel veel daarmee bezig in meridianen en die dingen. Dus ja, dat past gewoon bij mij. En dan ben ik vorig jaar ziek geworden. Ik had corona en heel erg. En dus ik zat hier weer in een do-in-les. Ik voel me gewoon niet meer goed. En het kwam zo dat ik dan met Jitske in gesprek kwam. En ik zeg zo van, en ze zei, wat is er met jou? En ik zo, ja, ik voel me gewoon niet lekker. Ik zit niet goed in mijn vel. Ik weet het gewoon niet meer. Ik ben gewoon ziek en het is niet fijn. Zegt Jitske, ja, misschien kan ik jou helpen. Heb je daar zin in? Ik zeg, ja, ik weet ook niemand anders. En heel eerlijk, ik heb echt een klik met jou. Ik vind je een hele fijne mens en persoon. Als ik bij jou ben, dan voel ik me gewoon goed. Laat ons maar beginnen. Die behandelingen, shiatsu-therapie, heeft mij gewoon geholpen weer energie te krijgen. Dus ik was echt super uitgeput. Ik kon echt niks meer. Ik kon geen trap naar boven. Van tevoren 6 kilometer in een uur kunnen wandelen. Zat ik op 2, 2,5 max. Zij heeft gewoon daarvoor gezorgd dat die blokkades in mij open gingen. Nou, of dat nu door corona kwam of een mix van corona en die ziekte. Ook zelf niet zo goed weten wat wil ik eigenlijk nog. Dat kan natuurlijk ook. Maar zij heeft tenminste daarvoor gezorgd dat ik weer meer kon. Ik kon niet meer echt goed denken. Ik kon ook niet meer die rust in mezelf vinden. Dus ik ben heel snel ontploft. Mijn dochters van 16,5 en 18,5, nou, die kon ik echt de hele dag, weet ik niet, naar de maand sturen. Ja, ik was echt zo van, ik had gewoon genoeg. Alles was te veel. Mijn man was te veel, de kinderen zijn te veel, de vrienden zijn te veel, alles is te veel. En ik zelf sowieso. Dus ik ben ochtends wakker geworden en ik heb in die spiegel gekeken en zeg van, wie ben je? Daar ben je niet. En daar heeft zij wel een hele grote bijdrage gedaan om weer terug te vinden. Na iedere behandeling, als ik dan naar huis kom, dan ben ik wel eerst moe. Maar de volgende dag heb ik wel meer energie. En dan ga ik ook in gesprek met mijn man en mijn kinderen. Om ook te vertellen, dat was ik ook inmiddels echt vergeten en heb ik niet meer gedaan. Hoe ik me eigenlijk voel en waar ik mee zit. Hoe wij misschien samen een oplossing kunnen vinden. Dat heb ik eigenlijk na iedere behandeling gedaan met mijn familie. Ja, voor mijn omgeving was het eigenlijk zo dat zij daar dankbaar aan de ene kant zijn geweest. Nu snap ik hoe ze in elkaar zit en wat ze graag wil. Aan de andere kant was het natuurlijk ook heel erg wennen, omdat mama niet meer bij alles ja zegt, omdat mama inmiddels ook heeft geleerd nee te zeggen. Dat was natuurlijk wel een uitdaging. En ook een uitdaging voor mijn man. Omdat tevoren was ik eigenlijk altijd zo van springen, rennen, huppen, alles kan, niks is te veel. Zeg maar iets en ik doe het. En ik doe het eigenlijk al bijvoorbeeld
überhaupt iemand heeft gezegd. En dat was nu opeens niet meer, of ik zeg maar, dat is er niet meer. Gewoon voorbeeld, mijn man wilde laatst een kast opruimen, omdat hij ruimte nodig heeft voor een paar spullen. En hij zegt, kan je dan even kijken? En ik zo, nee, ik kijk vandaag niet. Oké, wanneer doe je het dan? Weet ik niet. Dat was gewoon wennen over hem. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was super trots op mezelf. Dat was iets, dat had ik nog nooit gedaan. Gewoon zeggen, ik had wel soms gezegd, nee, dat doe ik niet. En dan, ja, maar dan doe ik het morgen. Maar ik had nog nooit gezegd en ik weet ook nog niet wanneer ik het doe. Dat was echt novum. Ben we die oude Monica qua energie en vrolijkheid en die dingen? En zin in dingen hebben, maar ik ben niet meer springend, vliegend, alles tegelijk en alles kan. Nee, dat ben ik niet meer. Maar dat kan ik ook niet, omdat door corona ben ik ook nog best wel moe. Daar heb ik ook nog een therapie nodig daarnaast. Maar het voelt eigenlijk inmiddels goed. Als ik geen shiatsu-behandeling zou hebben, ik weet het niet, zou ik echt iets missen. Omdat een shiatsu-behandeling en therapie is ja niet alleen maar dat je daar ligt en iemand gaat maar even drukken en voelen en kijken. Sondern het is natuurlijk ook voorafgaand altijd een gesprek. Van hoe zit je in elkaar? Is er iets wat je belemmert? Heb je problemen? Zit je met iets in de knoop? Of ben je helemaal happy? Dat kan ook. Ik voel me vandaag zo prima. Ik heb eigenlijk niks waar we het over moeten hebben. En dan is dat ook fijn. Dan is het ook zo dat Jitske dan zegt, als dat niet zo is, dan kan je ook gaan liggen. En ga ik zo daarvoor zorgen dat je energie weer door het hele lichaam stroomt. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat niet te hebben. Moet ik heel eerlijk zeggen, het geeft mij heel veel. Ik ervaar Jitske als rustig, in zichzelf, in balans zijn. Echt in dit gevoel van yin en yang. Maar ze is ook zo dat als zij zelf iets heeft, en ze is gewoon ook alleen maar een mens, zoals we allemaal, dat ook aangeeft. En dat vind ik heel fijn, omdat er zijn ook heel veel therapeuten of dokters of weet ik veel, die gewoon altijd, bij hun is altijd alles goed. En dat kan eigenlijk niet. Die zijn nooit ziek en die hebben nog nooit iets gehad en dat is alles prima en roze. Of roze. Dat is bij Jitske niet. Jitske is heel authentiek. Dat maakt het gesprek en het werken met haar samen fijn. Omdat het is natuurlijk ook niet één richting therapie. Therapie is altijd ook samen. Een therapie is alleen maar zo goed als je met samen ook daaraan werkt. Zij kan heel veel dingen doen, maar als ik daar niet open voor sta of ik lig hier en denk zo van daar gaat ze weer, dan kan je daar niks mee. En dat is met haar gewoon niet zo. Alternatieve geneeskunde, of die traditionele Chinese medicijn, zij het ook homeopathie, zij het kruiden, shiatsu-therapie, reiki, en zijn er misschien ook nog andere dingen, daar kom ik nu niet op, is gewoon een andere zichtwijze. Je kijkt anders erop. Je kijkt naar van, wat is misschien die reden die daarachter ligt. In de gewone medicijn zeg je, ik heb pijn in mijn knie. Oké, laat even kijken. Zo, prima. Dan krijg je dan paracetamol of een ibuprofen of een zalf. En als je helemaal niet meer kan lopen, dan wordt er naar gekeken of je nog een foto daarvan maakt. En in het traditionele Chinese medicijn, dan kijk je gewoon ook van, oké, als je natuurlijk bent gevallen, dan is het natuurlijk een andere reden. Maar als je al lang klachten van je knie hebt, als voorbeeld,
Dan kijk je ook dan van, is er ook een andere reden? Zit je misschien niet lekker in je vel? Eet je misschien niet goed? Zorg je niet goed voor jezelf? Ben je niet lief voor jezelf? Die dingen. En je kijkt natuurlijk ook van hoe natuur in elkaar zit en wat je als mens met de natuur samen kan bereiken. Ja, en daar moet je gewoon voor openstaan. En als je denkt van, ik heb er niks mee en ja, de zon gaat ochtends op en avonds naar bed en klaar. Ja, dan moet je wel open voor staan, vind ik. Shiatsu-therapie is, vind ik, niet alleen maar iets als je in je knoop zit. Of als je niet verder kan, of als je je niet lekker voelt of ziek bent. Het is gewoon ook iets wat je, zoals je misschien één keer in de maand naar de sauna gaat, of drie keer in het jaar op vakantie gaat, kan je dat ook doen. Het is iets wat je voor jezelf doet. Wat je gewoon, wat jou voor zorgt dat die energie of het ki in je lichaam weer opbloeit. En dus ik zou het, ja, therapie is meestal iets waar iedereen denkt, een therapie doe ik alleen maar als ik ziek ben. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Dat kan je altijd doen.